Deze beschouwing, die gaat over de immorele mens. Ik ken, iemand, nou, ik ken iemand, dat is de moeder van mijn kind. En die zei, toen kende ik haar nog maar net. Toen zei ze, ja, je moet de immorele mensen niet over één kant scheren. Want je hebt namelijk immorele... Mensen en amorele mensen. En ik was helemaal verbaasd. Hè? Wat is dat dan? Ja, zei ze. De, de ene groep die doet met opzet dingen die niet moreel zijn, en die andere groep die doet ook dingen die niet moreel zijn, maar dat doen ze omdat ze niet beter weten. Waarbij zij dan zei van uh, mensen die dingen doen die niet moreel zijn, die zijn niet per definitie slecht. Alleen de groep die het met opzet doet, die is per definitie slecht. En de rest, ja, die doet dat uit gewoonte. En meer niet. Dat vond zij een goede uh, ja, beschouwing. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Ik vind zelf dat mensen die zich niet moreel gedragen... die vind ik ongelooflijk irritant en vervelend. Ik heb een benedenbeurvrouw... die heeft een hondje aangeschaft voor haar plezier. Maar uh, ze vindt het... Uh, ja, wel, uh, ja, ze heeft ook zo haar eigen dingetjes... En dan laat ze dat hondje, dat is nog een pup, die laat ze alleen in haar woning. En dan gaat zij lekker de hoort op. En dat beest, dat kermt van eenzaamheid elke dag. Nou ja, dat is een immoreel iemand. En dan kan je zeggen: wie, Ja, maar dat is de gewoonte in die familie. En uh, ja, jij Perry, jij, jij vindt het al zielig voor zo'n hond. Maar uh, andere mensen vinden dat helemaal niet zielig. Zoals jouw onderbuurvrouw, die vindt het normaal. Hij ze laat het beest gewoon kermen. Uh, stikzielig vind ik het. En zij zei nog een keer. En kwam ik haar tegen in het trappenhuis. zeg ze ja. Ik laat hem wel eens alleen. En dan moet hij maar aan wennen. En dan gaat hij wel eens waar zitten janken. Maar zo leert hij het maar. En hij jankt maar een kwartiertje hoor. En dan is hij stil. Dat is ook iets met de immorele mens. Die neemt het niet zo nauw met de waarheid. Want het is nu één uur smiddags. Het is zondag. En vanmorgen om tien uur hoorde ik hem janken. En nu hoor ik hem nog. Hoor ik hem, net hoorde ik hem janken. Hij is al de hele tijd alleen. Hij jankt niet de godganse tijd. Zou er nog bij moeten komen. Maar zo om het half uur dan hoor je hem uh, half dood gaan. Als de immorele mens en die is onder ons, of beter gezegd, ze vormen de meerderheid. Ik ken niet zoveel mensen waarvan ik denk van, nou, die is nou moreel. Er zijn wel mensen in mijn omgeving die proberen moreel te zijn, maar. Eh, als je die mensen dan vraagt naar hun mening over abortus. Dan, dan komen ze met dingen aan als. Uh, abortus is het recht van de vrouw. Terwijl de vraag is. Of de, ja, terwijl, terwijl het gaat om de. Het standpunt, dubbele punt of de vraag: hè? wanneer is er sprake van een levend mens? Is dat als de mens geboren is? Of is dat vanaf de conceptie? Mijn dochter, die is prematuur ter wereld gekomen. Is die dan doodgeboren? Want ze kwam er al uit voordat, het negen maanden, voordat er negen maanden verstreken waren. Nou, daar gaat dit. Had mijn dochter gedood mogen worden? Ze wordt prematuur, komt ze ter wereld. En dat is veel te vroeg. Dat is geen kind. Mislukt, volgende. Nee, natuurlijk niet. Ja, dan is er in Amerika een. een, een dit noemen ze de, de hartslagwet. Waarmee gezegd wordt: als er een hartslag is. dan mag er geen abortus meer plaatsvinden. Want dan is het moord. Als er een hartslag is. Hmm. Er zijn mensen. en die vinden dat dan weer. Uh, uh, vrouwenonderdrukking. En die mensen. vind ik amoreel. of immoreel. het maakt mij niet uit. Uh, ik maak geen onderscheid tussen immoreel. en amoreel. Het maakt mij niet uit. Als jij abortus. En noem je dat? Als jij vindt dat abortus mag, dan ben je immoreel, amoreel. Bij mij is het zo dat een mens, het ontstaan van een mens, van een individu, hè, dat begint bij de conceptie. Dan komt het DNA van de spermatozoïde, dat komt bij het DNA van de eicel. En die twee DNA-strengen, die strengen zich in elkaar. En dan heb je een totaal nieuw mens. Die een beetje lijkt op mama, die een beetje lijkt op papa. En die voor de rest geheel eigenzinnig is. Kortom, een mens. En die mens die moet nog ontwikkelen. Maar die is er al wel. En dat is het begin van het leven. En zeggen dat het het recht is van de vrouw om. Zo'n mens in haar buik te laten doden, ja, in mijn woordenboek staat dat gelijk aan moord. Of je dat nou leuk vindt of niet. Maar in mijn woordenboek heet het moord. En als jij dan vindt van ja, maar Pirri, op die manier vind ik het zielig voor vrouwen. Dan vraag ik me af waarom. Want je gaat mij niet vertellen dat een vrouw zomaar in ene een, een kind in haar buik kan hebben. Ze ging even boodschappen doen bij de Albert Heijn en ze stond nog te pinnen. En op het volgende moment: oh, wat voel ik toch? Oh, zit een kind in mijn buik? Oh, zit een kind in mijn buik? Nee, heb je toch seks gehad of niet? Nou, dan ben je verantwoordelijk voor die vrucht. Dan ben je verantwoordelijk voor die toekomstige mens. En als jij dan zegt van, ja, maar Piri, dan, uh, dan geef je wel een hele hoop verantwoordelijkheid aan een vrouw. Want uh, nou, dat betekent dus dat die vrouw uh, niet zomaar met iedereen naar bed kan. Ja, precies. Dat zeg ik ook. Dat zei ik al uh, voordat ik het zei. Want je kan namelijk niet zomaar met iedereen naar bed. Dat is immoreel. Amoreel. Ik maak er geen onderscheid tussen. Dus iemand die met Jan en alle naar bed gaat... en dan achteraf komt vertellen van... ja, ik wist helemaal niet dat dat uh, niet moreel was. Ja, ik heb het gewoon gedaan. Ja, dat maakt mij geen donder uit. Je bent met Jan en alle naar bed geweest. Dat is immoreel. Ja, maar dat wist ik niet. Nee, dat maakt mij niet uit. Ik hou niet van je. Ik zou willen dat je in een ander dorp gaat wonen. Van jouw soort komt niets dan misère. Mensen die met Jan en Alleman naar bed gaan... je kan toch op je vingers natellen dat... je kan met Jan en Alleman een potje schaak spelen. Dat is echt geen enkel probleem. Ik doe dat zelf ook. Ik schaak zelfs uh, met een meisje van dertien... Uit Uttar Pradesh. Dat is uh, de streek in India, vlakbij Nepal, waar nu Delhi ligt. En ze woont niet in New Delhi, ze woont ergens in die streek. En met een neger in Kenia en ook met een neger in Zuid-Afrika. En man, ik schaak wat af. Maar seks is iets anders. Dat mag je toch weten. En als je het niet weet, nou, je bent nog steeds immoreel als je het doet. En dan kan je zeggen van well, ja, maar periode, dan, dan moet je mensen gaan vertellen wat wel en wat niet mag. Zodat ze weten wanneer ze immoreel bezig zijn. Ja. Inderdaad. Dat kan helpen. Maar bij een gezond mens uh, hoeft dat eigenlijk helemaal niet? Want die voelt dat op zijn water aan. Maar het kan nog steeds helpen. Ik ben er voor. Ik ben, ervoor. Ik ben ervoor dat er voor dat op het basisonderwijs, dat de tien geboden van Mozes, dat die besproken worden. Gebod voor gebod. En goed uitgelegd worden. Waarom Mozes zo'n probleem had met seks hebben met Jan en alle man? Waarom Mozes een probleem had met liegen? Waarom Jozef, Jozef, Mozes een probleem had met mensen die niet respectvol spreken en denken en doen naar hun ouders toe? Dat pikte Mozes niet, hè? Je kan op je kop gaan staan, maar je hebt respect voor je vader en je moeder. Want anders word je niet zo oud. Dan ga je eerder dood, sukkel. Ja, dat zei Mozes. En ik, ik vind dat dat hier in Nederland... mag dat op het basisonderwijs, bij het vak uh, cultuur, beschouwing of zo... prima verteld worden. En dan hoef je helemaal niet bang te zijn voor uh, een clash met Mohammedaans opgevoede mensen. Want uh, Mohammed uh, heeft respect voor Mozes en Abraham. En, uh. Ze heeft zelfs de respect voor uh, Isaï, die de Joden uh, Yeshua noemen en die wij Jezus noemen. Dus dat is allemaal geen punt. Dat is geen reden om kinderen niet te vertellen van de tien gebouwden. Ja, nou, laten we dat maar niet vertellen, want anders dan stoten we die Mohammedanen voor de borst. Nee, dat kan helemaal niet. En dan heb je er ook nog kinderen en die zijn atheïstisch opgevoed. Nou, en die ouders zullen misschien zeggen: Ik wil niet dat mijn kind geïndoctrineerd wordt met wat voor een geloof dan ook. Tegen die ouders zeg je: Nou, het gaat niet om geloof, het gaat om moraal. Ja, maar het eerste gebod dan. Wat. Uh, dat is weer. Uh, het eerste gebod van Mozes is: dat Er is maar één God. En geen twee. Nou, die moet je dan atheïstisch weten in te vullen, maar dat is niet zo heel moeilijk. Want het atheïsme zegt: er is geen God. Nou, en daarvan is er dus maar één. Ja, er is maar één God die er niet is. En niet twee. Dan zijn we daar ook vanaf. Dat meer godige doel, uh, dat gaat al helemaal niet door. No way, Jose. En voor de rest de negen geboden van Mozes, behalve dan het eerste gebod, maar al die andere. Dat mag iedereen op deze aarde beamen. Dat kan iedereen op deze aarde beamen, en dat heb ik het liefste dat iedereen dat ook doet, en dat iedereen ervan op de hoogte wordt gebracht. Want dit is wat de mensheid Verwacht van het gedrag van de mens. Geen valse getuigenis afleggen, AUB. En blijf een keer tengels van andermans spullen af. Ook van zijn vrouw en zijn vriendin. Geen seks buiten, natuurlijk. Het is belangrijk voor ons om te beseffen dat die, die tien geboden van Mozes onlosmakelijk verbonden zijn met een gelukzalige samenleving. Kijk, als er in de samenleving één of meerdere geboden van Mozes met handen en voeten getreden worden, dan treedt de misère op. En dan gaan we allemaal omlaag. Niet alleen de immorele. Nee, de morele ook. Want dat is nu juist de hele truc met de mensheid. Dat wij zijn een, een organisme en dat heeft elkaar nodig. Ik zei dat ook nog tegen mijn dochter toen ik het over moraliteit had. Met haar en dat ging het over het fenomeen overleggen. Je moet als mens overleggen. Dat valt onder het gebod: uh, gij zult niet liegen. Want liegen houdt ook in dat je iets niet vertelt. Er is iets wat je zou moeten vertellen en dat zeg je dan helemaal niet. Ja, dat is een vorm van liegen. En ik zei tegen haar: het ging wel het over haar moeder. Haar moeder is immoreel, die was ook degene van immorele, amorele. De ene groep is dan misschien verachtelijk, maar die andere groep kan er niks aan doen en daar moet je medelijden mee hebben. Daar ben ik het dus niet mee eens. Al die beide groepen zijn uh, onuitstaanbaar. Daar wil je niet mee omgaan. Maar die persoon, die moeder. die. die overlegde niet met mij. Dus dan was het weekend, en op zaterdagochtend. Lekker rustig allemaal, een dagje gaan beginnen. En lalalala. En dan zei ik tegen die moeder: van, Nou, en wat gaan we vanmiddag doen voor leuke dingen? Huh? Hele week hard gewerkt. Ik heb ervoor gezorgd dat ik het weekend vrij heb. En dan gaan we nu eens leuks doen. Huh? Het is zaterdag. Huh? En dan zei die moeder: uh, Nou, eh, ik ga met het kind. en een vriend van haar. Uh, wij gaan uh, dat en dat doen. Dat heb ik afgesproken. Ik zeg ja, dat heb je aan mij helemaal niet verteld. Nee, zei die moeder: Het is toch ook iets tussen mij en hem? Het gaat toch buiten jou om? Dat is immoreel. Kijk, als ze dat eerlijk aan mij gevraagd had. Of gezegd had van: vind je dat goed? Dat ik komende zaterdag uh, met uh, Piet. Uh, en het kind gaan we naar de Huppeltje Pub. en uh, dan gaan we dat en dat doen. Maar had ik dat waarschijnlijk niet leuk gevonden? Dan had ik gezegd: van nou, de hele week hard werken. en uh, zaterdag, ja, ik heb het hele weekend vrijgehouden. Ik wilde zaterdag met het kind. en met jou wat leuks gaan doen. En ik vind het niet leuk om dan in mijn eentje thuis te zitten. Dat wist zij waarschijnlijk. Dus... Toen dacht ze: van nou, dan zeg ik gewoon niks. Komt hij er vanzelf achter. Dat is immoreel. Immorele mensen zijn heel vervelend. En ik legde net uit aan mijn dochter. Ik had zo'n voorbeeld genoemd van... dat die moeder niet overlegde met mij. Dat ging over wat anders hoor, maar... Uh, het kwam op hetzelfde neer. Omdat je iets weet en dat je het niet doorgeeft aan een ander. En een ander kan er wel vanzelf een keertje achterkomen. En ik zei tegen mijn dochter van... kijk, de mens... het is een ander wezen dan de bladluis. En de bladluis... Die kan zichzelf ongeslachtelijk voortplanten. Dus die kloont zichzelf. Dus een bladluis die zit in een plant en die gaat lekker eten. En denkt: wauw, nou, een lekkere plant. Zeg, mm, nou, je zegt heerlijk hier. En die creëert allemaal eitjes en dan, die poept al die eitjes uit. En vervolgens komen er allemaal nieuwe bladluizen. En zo gaat de bladluis zich heerlijk vermenigvuldigen en uh, de hele plant opeten. net zolang totdat die plant uh, totaal kapot is. En dan houdt dat feest op dat moment op. Maar van die bladluis is er wel een eitje wat ingekapseld uh, met de wind ergens meegevoerd wordt en dan komt op een nieuwe plant en begint het hele feest overnieuw. Kijk, een bladluis is volslagen aan sociaal. Dat is geen groepsgebeuren. Als een bladluis geboren wordt, is het enige wat hij denkt: is er wat te vreten? Oh, daar is wat te vreten. En het eet hij op. Dat is een bladluis, meer niet. En bij de mens is dat heel anders. Een mens heeft, punt 1, minimaal 14 jaar lang opvoeding nodig, 14 jaar lang moet er gezorgd worden voor een mens. Ja, plus die negen maanden in de baarmoeder. Huh? Dus alles bij elkaar bijna vijftien jaar. En dan pas is een mens ah, een begin van klaar. Huh? En tot die tijd moet je zorgen voor dat mens. Is het je verantwoordelijkheid? En dat geldt niet alleen bij het opvoeden van kinderen, maar het geldt voor heel veel meer dingen die de mens doet. Dat je rekening moet houden met elkaar. En overleggen dus. Dat lijkt me nogal wie dus. Als je dat niet doet, ben je immoreel. en dat is dus niet bij de bladluis. Want bij de bladluis maakt het niet uit. Maar bij de mens wel. De bladluis is qua uitvinding van God, om het maar even zo vrolijk te zeggen, uitermate succesvol. Die doet het precies goed. Maar als de mens zo gaat doen zoals de bladluis doet, dan krijg je drama's. Dan krijg je ontaarde samenlevingen. Daar wordt niemand blij van. Dat is het erge. En wat moet je eraan doen? Dat is een moeilijke hoor. Er is een Nederlands spreekwoord en dat luidt: Het is niet alles goud dat er blinkt. Waarmee gezegd wordt dat je moet oppassen. In je contacten met mensen die je nog niet zo goed kent. Want er zijn mensen onder ons die zijn immoreel, dat merendeel is immoreel, en die doen zich voor als uh, hele leuke, interessante mensen, terwijl ze dat helemaal niet zijn. En ze zoeken je aandacht en ze zullen je misbruiken. En vandaar dat ik dan vind dat de, het je houden aan de geboden van Mozes zo belangrijk is omdat je daarmee een houvast hebt voor jezelf. Met hoe je te gedragen. En dat je het gedrag van de mensen in je omgeving ook meet aan die metlat. Neem het tweede gebod van Mozes, wat luidt dat je niet moet doen aan idolen. En een idool dat is een beeld en dat beeld ga je vereren. En mensen die daar het toch aan doen, ja, die zijn immoreel. Daar moet je mee oppassen. En een beeld vereren, dat kan letterlijk zijn dat ze een beeld in huis hebben waar ze voor gaan knielen. En het kan ook zo zijn dat, het, dat ze zo'n beeld vereren in een overdrachtelijke zin. En dat ze het kunnen hebben met een, een artiest. Waar ze idolaat van zijn. Ik ken een man, en die had kinderen met een vrouw. En die vrouw, die was helemaal idolaat. van die man. van Paradise by the Dashboard Light. Meatloaf. Zo'n Amerikaanse zanger. Een hele dikke man. En als die man ergens in Europa ging optreden, nou dan moest ze daar naartoe. Helemaal gek van mietloof. Nou, die vrouw die heeft hem uiteindelijk in de steek gelaten. Leuk is dat. Hij had het kunnen weten. Zo. Als je een vrouw hebt, als je een mens hebt die helemaal idolaat is van een artiest, uh, dat klopt iets niet. Ja, die daar een beeld voor maakt, die zo iemand helemaal gaat vereren, die is niet fris in de kop. Die is ziek. En dat is het uiteindelijk ook met de immorele mens. Die is ziek. Ziek in het hoofd. Het is erg, vind ik. En het is zoals het is. En wij weten van de moraliteit. Wij weten van de geboden van Mozes. Dus er is voor ons geen probleem. Wij dienen moreel te zijn. En dan zijn er mensen en die zeggen van ja, maar uh, die niet morele mensen, die, uh, oh, die hebben dan uh, ja, die kunnen gewoon seks met iedereen. En uh, die kunnen ook stelen en, uh, en ze bedriegen. En uh, nou, die hebben dan mooie, uh, alle goede dingen. En ik zeg: nee, wat je nu net allemaal noemt, dat zijn helemaal geen goede dingen. Wat die niet-morele mensen verzamelen aan dingen die ze dan doen, dat is helemaal niet goed. Daar word je helemaal niet blij van. Ik ken een man en die is heel populair onder vrouwen. Is die altijd geweest. Die heeft seks gehad, jongen. Ongelooflijk. Nou, dan leerde hij een meisje kennen. En daar ging hij mee trouwen, volgens mij zelfs. En met haar heeft hij, dacht ik, drie kinderen. En toen wilde dat stel een kindermeisje. Want die vrouw van hem die wilde ook werken, zoiets was dat. In het onderwijs. En toen hadden ze een kindermeisje gevonden. En toen is hij, die man, is seks gaan hebben met dat kindermeisje. Ja, ja. Nou, dat leidde tot een scheiding. Ja, die vrouw die is verhuisd naar de andere kant van Nederland. Dus hij ziet de kinderen uit dat eerste huwelijk uh, ja, niet echt meer. Het is een beetje moeilijk geworden. En die nieuwe vrouw van hem, want hij is inmiddels dan getrouwd met dat kindermeisje. Oh, 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 oh. Dat is helemaal geen aardige vrouw. Ik heb ze meegemaakt op een kerstavondetenfeest, niet zo heel lang geleden. Wat deed zij onaardig zeg? Kijk, dus wat heeft die jongen nou gehad? Een hele hoop seks heeft hij gehad. Maar de kinderen uit zijn eerste huwelijk. die mag hij van een afstandje zien opgroeien. En dat tweede huwelijk wat hij nou heeft. ja, die vrouw is echt niet aardig. Dat heb ik gezien. Het kwam erop neer dat. Wij waren bij zijn moeder en er was een heel programma met eten en zo. En iedereen had wat gekookt. En het toetje moest nog op tafel komen. En toen vond die nieuwe vrouw van hem het genoeg geweest. En ze wilde zonder meer onbediend, zoals de Fransen zeggen, er van door. En dan maar met het openbaar vervoer. Terug naar huis. En dan moest mijn vriend en er allemaal bochten gaan wringen om dat mogelijk te maken. Die vrouw kon niet eens even een uurtje wachten. Het was tweede kerstdag. Nee, ze moest nu onmiddellijk naar huis. Met het kind. Ze hadden inmiddels dan ook een kind. Jeetje. En toen is hij dus opgestaan van het kerstdiner. Hij heeft uh, die vrouw en het kind naar een station gebracht. Toen kwam hij dan weer terug. Hij moest mij ook nog naar uh, het station brengen, namelijk. En het toetje moest nog opgegeten worden. En nou, nog wat meer dingen. Hij had nog kinderen uit het eerste huwelijk, waren er ook bij. Uh, die moesten ook nog naar huis gebracht worden. Nou, die vrouw zat dus in de trein, nou, en na een half uurtje wordt hij gebeld op zijn mobieltje, was die vrouw in de trein met die baby, gestrand op station uh, Verwegistan, want de trein reed niet verder. En wat nu? En ja, daar krijg je ervan, denk ik dan. Die immorele mensen, die, die hebben een leven vol van problemen. Je moet niet gaan neuken buiten de deur. Dat is wat ik vind. En ik zou het een goed idee vinden dat kinderen in Nederland dit verteld wordt van dit zijn onze mosaïsche wetten. En of je je eraan houdt of niet, ja, daar gaan je ouders in principe over en niet wij. Maar dit zijn onze mosaïsche wetten. En je houdt je er aan of je houdt je er niet aan. Die keuze die maak je zelf. Maar ga je werken bij een bedrijf waar het personeel zich houdt aan die oude mosaïsche regels van de tien geboden. Dan ga je werken bij een leuker bedrijf dan bij een bedrijf die die oude mosaïsche regels aan hun laag lapt. Zo. Bij wijze van spreken, als je zo dadelijk kan je tegen dat gut zeggen, als je gaat solliciteren ergens, dan moet je vragen: van, houden jullie je aan de tien geboden? En als die mensen dan zeggen: tien geboden, tien geboden van wie? Joep de Palingboer? Die kennen we helemaal niet. Nou, ja, dan moet je bedanken voor de baan. Ja, toch? Kijk, wij leven momenteel in een ongelooflijk immorele samenleving. Voor degene die er niet in de gaten heeft, nou, dan heb je er echt niet op gelet, hoor, de laatste tijd. En wat krijg je daarvan? Ja, die aanslagen van 11 september. En iedereen denkt: ja, dat was Osama bin Laden met zijn 25 vrienden uit de woestijn. Dat is helemaal niet zo. Die aanslagen van 11 september. dat was een militaire operatie uitgevoerd met een enorme precisie. En er ging ook nog van alles mis. Nou, dat kan je ook nog zien. Ja, dat uh, om half vier in de middag. Dus bij ons dan om uh, half tien s avonds. Maar half vier s middags is er nog een gebouw in elkaar gezakt in New York. Namelijk. We zijn nu twintig jaar verder. Bijna twintig jaar verder. En er is geen uitspraak gedaan van officiële kant. Wat de oorzaak was dat dat gebouw om half vier smiddags in elkaar zakte. Dat was wel een gebouw van 47 verdiepingen. En die was in 6,2 seconden gelijk de grond. Ja, 6,2 seconden. Een gebouw van 42 verdiepingen. En 6,2 seconden, dat is uh, niet veel tijd, hè? Zo. Dat is ongeveer deze stilte. In zoveel tijd was een gebouw van 47 verdiepingen in puin veranderd. De enige verklaring die men daarvoor heeft is dat dat gebouw met explosieven is opgeblazen. En de vraag die dan gelijk reist is: hoe? Kwamen die explosieven in dat gebouw. Ik heb het dus niet over die toren 1 en 2, maar ik heb het over het gebouw nummer 7. Het World Trade Center Building number 7. Ook wel genoemd het Solomon gebouw. Dat komt van de immorele mens. En nu in Nederland zijn ze vanuit de politiek bezig om het verplicht te stellen dat ouders hun kinderen laten vaccineren. Waarbij er niets meegenomen wordt waarmee ze gevaccineerd worden. Wat erin mag zitten. Er wordt ook niet stilgestaan waartegen je gevaccineerd moet worden. En er wordt al helemaal niet stilgestaan bij het feit of die vaccins van tevoren getest moeten worden op veiligheid. Dat wordt momenteel in het Nederlands parlement besproken. Hè? En zo dadelijk gaan ouders dus hun kinderen laten inspuiten met spullen, met chemicaliën, die niet getest zijn. Waarvan die ouders ook niet weten wat erin zit. En dat doe je dan in jonge mensen. Mensen waarvan het afweersysteem van het hele lichaamsysteem zich nog aan het ontwikkelen is. Moeders geven hun kinderen Ritalin en concerta. Of Attenta. Het is allemaal hetzelfde. Het gaat over een zwaar verslavend ding, een soort amfetamine. Methylphenidaat. Het is verslavend, punt 1. En punt 2, het leidt tot een groeistoornis. Dus mensen die vanaf jonge leeftijd uh, elke dag methylfenidaat innemen, en dat doen die kleine kinderen, uh, acht jaar of zo zijn ze dan, hè? zes jaar, zeven jaar, acht jaar, methylphenidaat moet erin. Ja, dan blijkt dat die kinderen die worden centimeters minder lang. Maar niet alleen de lichaamslengte is een paar procent minder dan je zou verwachten. Ook de afmeting van de hersenen is minder en de afmeting van het hart is minder en van de lever en van de nieren en van de alvleesklier. Dat is de immorele mens. Dat is heel erg. Als je het inziet, als je iets afstand neemt tot de Nederlandse samenleving en je kijkt naar de immorele mens, wat hij dan zoal doet, is het liegen dat ze doen. Ja, een ander voorbeeld is dat er mensen zijn en die zijn niet tevreden over het lichaam waarin ze geboren zijn. En die willen dan uh, chirurgische ingrepen zonder dat ze ziek zijn. Ze willen een, ja, een soort verbetering in hun lichaam. En dan moeten de andere mensen moeten dat gaan betalen. Dat is immoreel. Door het feit dat je niet tevreden bent met je lichaam, betekent dat dat er iets niet goed is met je hoofd. Want iedereen heeft wel wat te klagen over zijn lichaam. En dat je vervolgens vindt dat dan de kosten van zo'n ingreep opgehoest moeten worden door mensen in jouw omgeving. Daar ben ik immoreel. Dat mag je helemaal niet eisen. Hoe kom je daarbij? Ja, toch? En dan kan ik me voorstellen dat er uitzonderingsgevallen zijn... ...van mensen die ja, half mismaakt ter wereld zijn gekomen. En op zich gaan ze niet dood aan die mismaakte toestanden. Maar uh, nou ja, dat, dat je daar een uitzondering van maakt, oké. Okay. Ik, ik ben geboren... Met uh, ja, een mankement aan mijn ogen. Ja, maar daar had ik ook wel echt last van. En daar ben ik dus gratis voor geopereerd, op kosten van de samenleving. Dus, ah, dat... Nou, dat vind ik een beetje op de grenzen. Maar mensen die zeggen dat ze zich eigenlijk uh, ja, een vrouw. Dat ze eigenlijk een vrouw zijn. En dan moeten ze maar veranderd worden in iets wat lijkt op een vrouw. Maar punt 1: je kan iemand niet veranderen in een vrouw. Je kan alleen maar een penis amputeren. Je kan iemand kastreren, meer niet. Ja, en die willen dan gecastreerd worden. En dan moet de samenleving dat gaan betalen. Ik vind dat God geklaagd. Ik vind dat immoreel van die mensen. Ik zag het ook op Facebook: zo'n post van iemand, en die zei: Ja, ben je LGBTI of een andere minderheid die gediscrimineerd wordt? Ik discrimineer helemaal geen homo's. Ik weet ook niet wie dat wel doet. Ik weet alleen maar dat er mensen zijn die uh, roepen: van, uh, Ik word gediscrimineerd. Terwijl waar het naar mijn mening op neerkomt, is dat niet iedereen gediend is van omgang met mensen die het hebben over hun seksuele gedrag. Dat mensen liever omgaan met mensen die helemaal niet praten over hun seks. En dan heb je mensen en die doen er dan heel uitbundig over van nou ik ben biseksueel en die la de la de la de la en dat er dan mensen zijn en die gaan aan een ander tafeltje zitten in het café en denken van nou dan nou heb ik met jou verder niets te bespreken want ik vind het café niet een plek om het te gaan hebben over je seksuele toestanden. Ook zo'n jongen, Ik was, uh, die stond achter de bar, die stond de barkeeperen. En die zegt dan van zichzelf dat hij gay is, hè? Homo. En daar stond een pannetje te pruttelen met allemaal kleine gehaktballetjes erin. Te snacken, zeg maar. En hij zei: Wil je een gehaktballetje? Ik zei: Oh, nou, lekker. En hij Prikte dan met zijn verk in zo'n gehaktballetje en zegt: Doe je mond maar open. Ik was helemaal verbouwereerd. En dan deed hij een gehakballetje in mijn mond. Ja, ik vind dat immoreel. Als je het niet erg vindt, wil het echt niet kunnen. Dat doe je toch niet? Je bent toch geen klein kind wat gevoerd moet worden? Maar hij had dan zoiets van, ah, oh, nou gezellig. Doe even een mondje open, dan een balletje erin. Ik vind dat uh, een vorm van intimiteit. En het dan op die manier er even doorheen drukken, dat vind ik dus intimiderend. Ik mag die jongen helemaal niet. Dat kan ik je wel vertellen. Ik kom niet meer in de kroeg, dus ook niet meer in die kroeg. Dus zie ik hem ook niet meer. Ik mag hem niet. En hij zal dan zeggen: Ja, dat komt omdat hij mij discrimineert. Nee, zeg ik. Ik mag hem niet omdat ik hem niet mag. Dat hoorde ik ook van een vriend van mij, en die had dan kennissen en die waren homoseksueel, en dat trok hij dan mee op. En een tijdje is dat dan geweest. En hij zei van ja, en wat die lui ook wilde, was dat hij mee zou gaan doen met die homoseksuele seks. Nou Dan moet je eens een keer omdraaien. Dan moet je tegen een homo zeggen van. Uh, doe jij een keer gewoon mee met een heteroseksueel monogaam huwelijk. dan voelen ze zich gelijk onderdrukt. Maar ze gaan wel hun levensstijl. Uh, adverteren. propageren. aan bijvoorbeeld die vriend van mij. Ik vind het. Uh, immoreel. Uitermate onplezierig. En dit gaat dan over eh, leefregels. Dat is moraliteit, is dat je je houdt aan bepaalde regels. En ik zeg de tien geboden van Mozes en alles wat erbij hoort. Het liefst nog het werk van, of de woorden van Christus Jezus erbij. En laten we het nou eens hebben over de dood. Gaat iedereen op dezelfde manier dood? Of is de ene dood, de andere niet? In het Nieuwe Testament staat dat de dood, dat is een, een moment van rust na een, ja, een leven waarin je van alles hebt meegemaakt. En, nou, en op een dag is het genoeg geweest. En dan begint je welverdiende rust. Nou, is dat voor iedereen zo? Is dat ook zo voor de immorele mens? Dat is de vraag. En onze Heer, Jezus Christus, die zegt dat, dat, dat die welverdiende rust die de dood brengt, dat die er niet is voor de immorele mens. Dus, de immorele mens, die heeft twee soorten pech. Namelijk het pech bij leven. Ze doen dan weliswaar uh, seks buiten het huwelijk en noem het maar op. Allemaal dingen die je eigenlijk niet mag van Mozes, hè? Maar die dingen zijn helemaal niet zo leuk. En dat merk je bij het leven al. En Jezus zegt dan ook nog, bij dood is het ook niet leuk. Knop het even in je oren. Van achteren en van voren. En dan kan jij zeggen... Ja, maar dat zegt Jezus en uh, wat uh, zal mij dat batsen? Hoezo heeft die gozer het altijd gelijkers? Nou, dan kom ik met de fijne opmerking... dat niet alleen onze Heer Jezus Christus dat soort dingen zegt maar dat het ook in andere metafysische systemen zo benoemd wordt. Want wij gaan er zonder meer vanuit dat wij waarnemen middels ons lichaam. En dat als het lichaam ermee ophoudt, dat onze waarneming ook stopt. Maar de vraag is of dat zo is. Want wij weten dat materie uit zichzelf niet kan waarnemen. Dus er is het waarnemende vermogen en dat manifesteert zich in een lichaam. En als dat lichaam dan uit elkaar valt, heb je nog steeds dat waarnemende vermogen, want dat waarnemende vermogen is niet veroorzaakt door dat lichaam. Ja, dat je het net even weet. Dus als jouw lichaam straks sterft, dan moet je er niet gek van staan te kijken dat jij er nog bent. Je hebt alleen geen lichaam meer. En dan is alles wat jij bij leven hebt gedaan in één klap duidelijk. Ook dat hoort erbij. Want jij kan dingen in het verborgenen houden als je een lichaam hebt. Maar als je straks geen lichaam meer hebt en je bent er nog, en dat is reëel om dat te verwachten, en dat is niet heel gek, maar dat is reëel, dan is die lichamelijke onderscheidens toestanden, die zijn er niet meer. En alles wat jij bent, dat ben je dan buiten het lichaam om en ja kortom dat is voor al het levende is dat te zien dat voorspelt niet veel goeds voor de immorele mens wanneer die sterft En onze Heer Christus Jezus die heeft het dus ook veel gehad over de hel. En de hel, dat benoemt hij als de plek waar je terechtkomt bij een immoreel, uh, bij een dood na afloop van een immoreel leven. En dat wordt uh, klagen en tandenknarsen. Tot in de eeuwigheid. En het is aan ons, de levende, om met die kennis in het achterhoofd ons moreel te gaan gedragen. En niet de tien wetten van Mozes opnieuw gaan uitvinden of vervangen. Maar je houden aan die tien. Alle tien. Erg belangrijk. Want het gaat om jouw leven ook, namelijk. En om het leven van de mensen in jouw omgeving. Dus uh, nou, ja, ik zeg niet dat jij immoreel bent, maar ik kan je wel vertellen dat iedere mens heeft zo zijn immorele momenten gehad. Daarom zal ik nog een keer een aparte uitzending wijden aan het begrip de kruisiging van de zoon van God. En waarom dat zo belangrijk is, dat die heeft plaatsgevonden. En dat die voorspeld werd. Vanaf het begin, bereshiet, op zijn Hebreeuwse, bereshiet, toen was het al duidelijk dat dat zou gaan gebeuren. Hè, hoe vreemd het ook maar mag klinken, maar God houdt van ons. Wij zijn zijn kinderen. Dan moeten we ons wel houden aan zijn woord. Snap je? En anders heeft hij geen invloed op ons. En degene die dan wel invloed heeft op ons, dat is meneer de duivel. En dat gaat niet goed aflopen. Met jou niet, met mij niet, met niemand niet. Huh? Knoop het in je oren. Van achteren en van voren, <laughs> en op zijn hamburg zaak ik: Tschüss en dag lievelingen.